Ik ben nooit betrokken geweest bij illegale of strafbare acties. Ik heb deelgenomen aan normaal aangevraagde demonstraties en een keer een blokkade van een gemeentehuis. Maar ik heb nooit strafbare feiten gepleegd, ben ik nooit opgepakt geweest. Paul Kraaier vandaag per telefoon. Dit is hem in 1996 als linkse actievoerder in de weer tegen extreemrechtse groeperingen. In mijn geval zijn er een paar extreme voorbeelden geweest van brandstichting. Bij mij in het trappenhuis een doodsbrief die ik heb ontvangen waarin geschreven staat... Ik heb je al een keer op de korrel van mijn pistool gehad en binnenkort schiet ik het hele magazijn op je leeg. Dood links, ziek heil. Paul Kraaier, leeftijd 50 jaar, ging door het leven als journalist-activist. Actief voor de Communistische Partij, GroenLinks, Chili-comité, de AVA, de Antifascistische Actie, dierenactivistenclubs. Gedurende die hele loopbaan actief als infiltrant voor de AIVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Paul Kraaier was een mol. Vanaf 1986, met tussenpozen, dus niet letterlijk de gehele 25 jaar, maar in totaal is het 25 jaar geweest. De laatste mailwisseling dateert van 25 november 2010, dus eind vorig jaar zo'n beetje. Wat dacht u vanmorgen toen u die bericht in de Telegraaf las over een mol bij de linkse beweging, zeg maar? Ja, het is gewoon heel vreemd. Eerst ben je totaal verbijsterd en dan denk je ook nog van, goh, is het waar? En je twijfelt er ook aan, wat is er überhaupt nog waar? Want je verwacht het helemaal niet van een oud-collega waar je een aantal jaren naast hebt gezeten. Ik dacht natuurlijk direct aan mijn cliënt, de zogeheten vegan streaker. Vlees is moord! Pakweg 2 jaar geleden is hij voorgeweest bij de rechtbank in Rotterdam. Dat hij terecht moest staan wegens een aantal brandstichtingen. En aan hem werden in die tijd allerlei extremistische daden uit linkse hoek verweten. Zat hij ook bij het vrijlaten van Netsen? Ja, hij was betrokken bij het vrijlaten van Netsen. Daar is hij ook voor veroordeeld wegens het vrijlaten van 2500 Netsen in Stavenissen. Mogelijke aanslag op de koningin. En hij is ook een tijd lang verdacht geweest wegens een mogelijke aanslag op koningin Beatrix in 2009 in Makkum. Heeft u nooit strafbare dingen moeten doen? Nee. Dat was een van de zaken die expliciet werden gesteld. Dat je nooit als informant zelf acties mag initiëren. Ik had het nooit van hem verwacht. Daarom was ik ook zo, gewoon verrast door dit nieuws van vanochtend in de Telegraaf. Want voor u was het een? Nou, ik vond het een hele prettige man om mee samen te werken. En ik had ook altijd heel erg prettig contact met hem, ook nog jaren nadien. Eigenlijk de perfecte mol. Ja. Eentje die geen huigwaan wekt. Voor mij in ieder geval nog niet. Paul Kraaier bezweert dat hij niets onwettigs heeft gedaan. In zaken de vegan streaker geeft hij wel dit toe. Maar nu schrijft de Telegraaf dat u bijvoorbeeld ook een geprepareerde laptop heeft gegeven aan die Peter Janssen, zodat de AIVD hem continu in de gaten kon houden. Klopt dat? Klopt. Op een gegeven moment werd mij de vraag gesteld of ik dat zou kunnen doen, of mij dat zou lukken. En dat is gedaan. En dat is puur gedaan, omdat op een gegeven moment deze jongen nogal het nieuws haalde in het kader van dat hij iets zou beramen in de richting van de koningin Beatrix bijvoorbeeld. Dus toen werd de AIVD zeer geïnteresseerd in hem. Er zijn een aantal laptops in beslag genomen met harde schijven. En die hebben voor de rest in dat hele justitiële onderzoek geen rol van betekenis gespeeld. En dat leidt er bij mij toe op dit moment dat ik toch een sterk vermoeden heb dat de destijds in beslag genomen laptops door justitie ijlings teruggebracht zijn naar de AIVD. Het verhaal in de Telegraaf brengt de advocaat van de vegan streaker ook juridisch aan het denken. Ja, dat was een van de eerste reacties toen ik het allemaal las. Toen dacht ik van nou, als dat inderdaad zo is, dan is het toch een infiltrant die heel dicht bij het vuur zat, heel dicht bij die vegan streaker zat, daar nauw bij betrokken moet zijn geweest. En dat leidt er bij mij in ieder geval toe dat ik denk aan uitlokking. Maar advocaat Spong spreekt van onrechtmatig verkregen bewijs. In mijn ogen is dat onrechtmatig, ja. Hij gaat met de vegan streaker uit dit dossier in overleg. Hoe de contacten met de AIVD-mol precies verlopen zijn.
Als blijkt dat die infiltrant een zodanig overwegende invloed heeft gehad op die Viegenstrieger, dat hij hem heeft uitgelokt of in ieder geval ernstig heeft aangezet tot het plegen van die daden waar hij voor veroordeeld is, ja, dan zullen we toch het proces moeten heropenen. Wat was het motief van de mol? De reden is geweest dat, dat ik iemand ben die vindt dat wanneer je als actiegroep een bepaald doel wilt bereiken, dat je dat het beste kunt bereiken via de normale democratische wegen. Dus in overleg of proberen wetten te veranderen of in overleg met de politiek. En niet via gewelddadige acties, ondergrondse acties, et cetera. Waarom spreekt Paul Kraaier nu? Omdat hij dit kwijt wil. Je doet dit niet zomaar. Ik heb er heel goed over nagedacht. Er zijn ook dingen gebeurd waarvan ik vind dat de Nederlandse samenleving best mag weten hoe zo'n dienst feitelijk werkt en dat zo'n dienst ook wel eens fouten maakt. Daarboven vind ik ook dat door dit naar buiten te brengen, de betrokken organisaties extra alert zullen zijn op wie ze binnen hun organisatie halen. Is het aan het einde chapeau AIVD of is het AIII rechtsstaat op het randje? Ik ben geneigd om te zeggen AIII rechtsstaat over het randje. Daarboven speelt ook mee dat ik de afgelopen jaren nooit hierover met derden heb kunnen en mogen praten. En omdat ik ook op een gegeven moment toe ben aan een, ja, het klinkt misschien wat vreemd, maar aan een soort rust. Je hebt toch gedurende vele jaren een bepaald leven geleid, wat niet altijd zonder spanning en zonder stress is geweest. Ja, op een gegeven moment dan wil je gewoon een verhaal naar buiten brengen. Je wil er van af.